Hallo, mijn naam is Frank Eerland en ik ben werkzaam als fruittartadviseur bij Van Ypres BV in Nederland. Wanneer we kijken naar de Nederlandse appelteelt, dan zien we dat die vooral is gericht op innovatie. In de toekomst ook voor een lagere kostprijs te kunnen produceren, is het nodig om te blijven innoveren. En dat betekent dat we nieuwe technieken moeten toepassen in onze appelteelt. Daarvoor wordt veel onderzoek verricht op de proeftuin, in Randwijk bijvoorbeeld, maar ook in het veld bij de teler zelf. En bij het innovaties denken we vooral aan innovaties op het gebied van snoeien, kortere bomen, minder fruit in het midden van de boom, maar meer aan de buitenkanten, zodat een eventuele appelplukrobot in de toekomst daar ook makkelijk uit de voeten kan. Verder zien we ook op het gebied van rassen dat er veel onderzoek wordt verricht om er ook voor te zorgen dat we rassen die voor het Nederlandse klimaat geschikt zijn, kunnen telen om eventueel ook te exporteren naar het buitenland. Als laatste is ook de gewasbescherming en de bemesting een onderdeel waar flink op geïnnoveerd wordt. Onder andere om ook de kostprijs te drukken, maar ook om zo effectief mogelijk met middelen en bemesting om te gaan. Denk hierbij aan fertigatie, maar ook aan het plaatsspecifiek bemesten door middel van taakkaarten. Zoals gezegd wordt er in Nederland veel aandacht en tijd besteed aan het innoveren van de appelteelt. Een ander belangrijk aspect hierin is om in de toekomst ook een gezond gewas te kunnen blijven telen. En dat is een hele uitdaging. In het verleden en ook op dit moment nog zijn we gewend om door middel van chemische middelen onze problemen de baas te kunnen. Alleen in de toekomst zal door het wegvallen van middelen zal dat een ander verhaal gaan worden. En dan is het belangrijk om te kijken hoe we toch een optimaal gewas in Nederland kunnen telen. Een optimale appel met een goede kwaliteit zonder al te veel problemen. Wat zijn dan de oplossingen op dit gebied waar we iets mee kunnen richting de toekomst? Nou, dan denken we bijvoorbeeld toch aan het versterken van het gewas door middel van bijvoorbeeld biostimulanten, maar ook bemesting en de inzet van steeds meer groene middelen en het gebruik maken van de natuur. Vooral het stukje biostimulanten en bemesting wil ik even iets verder op inzoomen. Iedereen weet dat wanneer het gewas gezonder is, het automatisch ook minder vatbaar is voor ziektes en plagen en dat we dit maximaal moeten stimuleren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een mens. Op het moment dat een mens goed in zijn vel zit, is hij ook minder gevoelig voor ziektes en plagen. En dat is heel belangrijk om te weten en ook door te vertalen naar bijvoorbeeld de appelteelt. De basis wordt dus werken aan een gezond gewas en alle invloeden die we hierop uit kunnen oefenen uit de kast te halen. Ook bemesting is hier een heel belangrijk onderdeel in, want we willen appels telen van een goede kwaliteit. En een goede kwaliteit wil zeggen dat we de appels ook kunnen bewaren. Want dat is onze specialiteit ook in Nederland, om een appel zo lang mogelijk in de koelcel te kunnen bewaren. Er zijn voorbeelden van appels die bijvoorbeeld in september het ene jaar worden geplukt en daarna tot september het andere jaar kunnen blijven zitten zonder dat de kwaliteit is achteruit gegaan. Dat heeft heel wat tijd gevergd voor we het zover voor elkaar konden krijgen. Maar dat is wel gelukt en heeft vooral te maken met de samenstelling van de vruchten en daaraan gekoppeld het optimaliseren van de bemesting om die samenstelling zo te krijgen. Bemesting is dus een heel belangrijk onderdeel om een goede kwaliteit, maar ook een gezond gewas te kunnen telen en zo te zorgen voor een prima, lekkere Hollandse appel.